Of je nou benzine of diesel tankt, het is per liter vrijwel even duur en het wordt met de dag duurder. En dat veroorzaakt bij de transportbedrijven in onze provincie behoorlijk veel pijn in de portemonnee. En de grote vraag is, wie gaat het allemaal betalen? Op naar een klant. Het is het dagelijks werk voor een van de tientallen chauffeurs van dit Bavelse transportbedrijf. Maar om brood of tuinmeubels te kunnen vervoeren is brandstof onmisbaar, maar haast niet meer te betalen. We hebben een wagenpark van 40, 45 auto's. En als je dan gemiddeld rekent dat een auto tussen de 200 en de 300 euro diesel tankt op een dag. Ja, doe de rekensom maar, dat loopt aardig in de papieren. De dieselprijs gaat sinds de oorlog in Oekraïne door het dak. Twee weken geleden was de brandstof al duurder dan ooit. Maar daar is sindsdien bijna twee kwartjes bij gekomen. De stijgende dieselprijzen, dat is natuurlijk wel een zorg. Want voor hen is het direct afrekenen aan de pomp. Maar door langlopende afspraken kunnen ze die hogere kosten niet meteen aan de klant doorberekenen. Je wilt niet de totale kostenpost bij je klant wegleggen, want dat voelt de consument ook gewoon in zijn portemonnee. Ja, daar zoek je een middenweg in. Maar ja, wat is die middenweg? Want waar stopt de prijsstijging? En wanneer gaan de eerste bedrijven erdoor op de fles? Ik maak me bijvoorbeeld ook zorgen over de plaatselijke ZZP'er met twee of drie auto's. Ja, heb je de prijzen gezien? Kun je niet meer uitkomen tegenwoordig hè? Dus, uh... u, moet, u moet veel rijden voor uw werk? Ja, ja pakketdiensten. Als het zo doorgaat, wie, gaat, wie kan er dadelijk nog gaan rijden? Ik weet het niet. Ja, waar eindigt dit? Gaan we naar een dieselprijs van 3 euro of 3,5 euro? Ja, dan wordt het uh, verdomd lastig.